Stichting Hart voor Vrouwen is dinsdagochtend in het Radboud UMC in Nijmegen een tattooactie gestart. Mensen konden een tattoo speciaal ontworpen door Morrison Schiefmacher, dochter van de bekende tattookunstenaar Henk Schiefmacher, kopen. Op die manier steunen zij onderzoek naar het vrouwenhart en eventuele aandoeningen. Woordvoerder Evelien Koken vertelt hoe de actie is ontstaan. Nou, we hebben deze actie opgezet omdat we aandacht willen vragen voor het vrouwenhart. Er zijn heel veel vrouwen die overlijden aan hart- en vaatziekten. En dat willen we graag voorkomen. En dat doen we dan met onze stichting, die sinds 2014 is opgericht, Hart voor Vrouwen. En met deze actie vragen we extra aandacht ervoor. We zijn het goede doel geworden voor de Mariekenloop voor de komende 3 jaar. En om daar een goede actie en ons zichtbaar te maken, hadden we bedacht om alle vrouwen die meedoen aan de Mariekenloop te vragen of ze het vrouwenhart willen ondersteunen door een tatoeage te dragen. Het boek van Angela Maas is net uit, Hart voor Vrouwen, dus die ligt vanaf 7 mei in de winkels. Daarnaast hebben we net een heel groot gala-event gehad en dat was specifiek voor hartschade bij borstkanker. En we staan weer bij de Vierdaagse, daar geven we weer massages door fysiotherapeuten. En daarnaast zijn we bezig om te kijken of we weer een benefit-gala kunnen opzetten in onze regio. Verschillende mensen hebben een tattoo laten zetten om de actie te steunen, waaronder Yvonne Koop. Zij is onderzoekster bij het Radboud UMC en vertelt waarom zij deze actie belangrijk vindt. Eigenlijk om voor Hart voor Vrouwen. Ik ben onderzoeker hier op de cardiologieafdeling in het Radboud UMC. En ik doe onderzoek naar vrouwen die borstkanker hebben en die hartschade hebben door de behandeling. Dus in die zin ben ik veel bezig met het vrouwenhart. En daarom heb ik ook een tatoeage laten zetten om het onderzoek te ondersteunen naar het vrouwenhart. Stichting Hart voor Vrouwen hoopt met deze actie niet alleen geld in te zamelen, maar hoopt hiermee ook meer aandacht te krijgen voor dit onderzoek. Mensen die een tattoo hebben laten zetten, worden aangespoord om hun tattoo op social media onder hashtag Hart voor Vrouwen te delen.